Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in paper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondagavond inmiddels alweer. En als je heel veel zin hebt in deze nieuwe weekvlog, zou ik het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de nieuwe vlog. Het is dus vandaag zondag. En ik ga jullie zo meteen uitleggen waarom de tijden van de vlog een beetje anders zijn geworden. En dat ik nu op zondag begin. Maar als eerst, het is nu 6 uur. En ik ga nu lekker avondeten. Ik heb me klaargemaakt, want na het eten ga ik naar Mick toe. Maar... En ik wil nog een pakketje aan jullie laten zien. Of zal ik dat morgen doen? Ik ga in ieder geval nu even lekker avond eten. Want ik heb ook echt heel erg trek. Oké, ik heb net gegeten. Oeps, mijn stoel ging omlaag. En ik heb me omgekleed. Ik ga over 5 minuten Mick ophalen. Maar ik wilde jullie nog even snel een pakketje laten zien van Naked. Ik heb het wel opengemaakt. Ik heb ook al een paar dingen gepast. Zodat ik gelijk aan jullie kan vertellen wat ik ervan vind. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En mijn eerlijke mening geven. En voor 15% korting kan je de code Janette15 gebruiken. Ik zal even kijken. Ja, Janette15. Als eerst heb ik een hele leuke witte blouse. En ik vind hem echt heel erg leuk met hierboven. En ik vind de mouwen heel erg leuk. Alleen, ik had hem in een maat 34 besteld. Alleen hij is heel erg breed. Maar op zich, als je het in een broek doet, dan gaat het wel. En ik vind het ook gewoon echt een leuke blouse. Zeker voor... Weet je, ja, je kan het natuurlijk gewoon met elke kleur dragen. Dus ik vind deze super nice. En dan had ik nog een heel erg leuk pak gekregen. En dit is niet echt snel iets wat ik aan zou doen. Maar ja, ik dacht ik kan ook al een keertje een risico nemen. En ik heb deze in een maat 36. Even kijken, want de rit zit niet dicht. Het is heel lastig om te laten zien. Maar ik pas hem wel. Het ziet er wel een beetje uit als een soort van tuinpak overal achter iets. Maar het is dus een jumpsuit. Oké, dit kan ik echt niet laten zien. Ik ga dit in de try-on beelden beter aan jullie laten zien. En de stof is heel erg fijn. En ik vind hem ook heel erg mooi. Maar ik vind wel dat je er bijvoorbeeld een hak of zo onder moet dragen. Want anders wordt het een beetje een... Ja, een soort boerenpakachtig iets. Dan heb ik nog twee dingen besteld wat ik eigenlijk nooit zou uitkiezen... Alleen, ik wilde een soort van een keer een risicootje nemen. Ik heb namelijk twee blouses besteld. Als eerst, oh, volgens mij komt hij heel raar over met het licht. Maar het is dus een panterblouse in een maat 34. En hij is zo'n soort van satijnen stof. Gewoon zoals een blouse lekker zit, vind ik dan. En hij is heel erg leuk in een zwarte broek. Alleen ik vind dat hij mij een klein beetje ordinair maakt. Maar dat kan ook gewoon in mijn hoofd zitten. Maar ik weet nog niet wanneer ik dit aan ga doen. Want ja, ik weet het niet. Laat vooral weten wat jullie van die blouse vinden. Want ik ben heel erg benieuwd. En dan heb ik nog een andere blouse. En deze vind ik echt super leuk. En dat is namelijk ook dezelfde blouse is het. Maar dan in slangenprint. En... Ja, slangenprint in maat 34. En deze zit echt super goed. En hij heeft ook lekker een hoge kraag. En hij heeft dus precies dezelfde stof. En hij is zwart met wit. Maar hij heeft wel een beetje een soort van groene gloed. Of hoe je dat ook wil noemen. Dus dat waren de items. Ik ben er echt super blij mee. En waarschijnlijk doe ik ook al deze week een paar dingen aan. Dus dan zullen jullie het ook nog wat beter zien. En de linkjes staan dus in de beschrijving. En met de code Janette15 krijg je 15% korting. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het is inmiddels al, hoe laat? Het is bijna 11:30. En Mick is bij mij. Want hij was een weekend in de Ardennen en ik heb hem gisteren opgehaald. Niet uit de Ardennen hoor, maar gewoon bij hem thuis. En, We zijn vandaag allebei niet naar school. Neem er geen voorbeeld aan. Jij had helemaal geen school toch? Of had je wel eigenlijk gewoon? 1 uur, maar niemand ging toch? Oké. En ja, mijn lessen waren niet heel interessant. Dus gaan we vandaag helemaal niks doen. Ik ga straks wel leren en Mick ook. Maar ik ga nu samen met Mick gaan we eten halen. Ja. En waar gaan we eten halen? Gewoon bij de Dirk of zo? Ja. En daarna gaan we in overtraining kijken. En ik zal even laten zien wat ik aan heb.
Ik heb deze trui aan van Chiquelle en deze broek van Naked. En daaronder mijn Sandra laarzen. Oké, kom, we gaan. Ik ga zo met die aansteker. Niet zo hard, schat. Waarom niet? Gaat kapot. De raam die kapot gaat. Ja, deze staat even heel in handen uit. Je ziet wel weer hoe de taken verdeeld zijn. Mijn lens is helemaal wazig. Oké, Mick en ik zijn net naar de supermarkt geweest. En we hebben hele gezonde dingen gehaald. Ga je die Red Bull nu al drinken? Eerst zocht dat die koud is. Je kan wel wat anders drinken pakken. We hebben frikandellen gekocht. Kipcorn. Wat dat? En bitterballen. Beter kon niet. En we gaan zo meteen gaan we in de overtraining kijken. Toch? Of gaan we niet kijken? Zo lach je. Handhaving. De handhaving. Leukste bom van Nederland. En daarna moet ik echt gaan leren. En jij ook. Heb je morgen een toets? Ja. Wat moet je leren dan? Bos, buurtenbeleidsport, theorie. Leuk. Oké, Mick en ik hebben heel veel frituur gegeten. En ik zou Mick afzetten bij het station, alleen hij is dus een ring bij mij thuis vergeten. Dus nu zijn we weer terug, want hij kan niet zogenaamd 2 dagen zonder ring. Dus dat. En straks moet ik echt gaan beginnen met leren. Het is inmiddels alweer 3 uur en ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik wilde eigenlijk vanaf vanochtend al gaan leren, maar dat is hem dus niet geworden. En Mick moet over 6 minuten de trein hebben. Gaat hij ook niet redden. Dus, en hij heeft me nu, denk ik. Om te vragen waar die ring is. Er doet niemand open. Ha. We zijn bij Anne thuis. Met Imme. En met Eva. En met Amber. Zo, want we gaan namelijk nu even kijken. Oeh, dit licht hier is echt heel mooi. Ja. Niet als zo, maar wel zo. We willen namelijk vanavond gaan kijken voor een vakantie. We weten nog niet waar naartoe. Dus als je leuke tips hebt. Sorry. Met z'n vieren. Maar het is sowieso lekker weer is. Dat dan? Maar 30 euro. Oh. Wel, ja, maar schat, ik heb toetsweek. Ja, dat gaan we niet doen. Maar die vrijdag, als het in de avond is, dan kan het wel. Nee, het is om 12 uur 's middags. Maar we kunnen wel op vrijdag terug. Ik word hier helemaal van. Nee, echt opdonderen. Dit is lastig, dit is oprecht lastig. Ja. Het ging vallen. Nee, je was van mij eens. Ja. Nee, de ijzerfles is bij mij alleen goed. Is deze van jou? Is deze van jou? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben samen met Mick voor verandering. Want Mick gaat zo meteen leren en ik ga zo meteen naar school toe. Zin in. En ik heb vandaag, ik begin om 10 uur en ik heb tot 5:30 les. Eerst heb ik gewoon mentoruren en daarna hebben we een theatervoorstelling, achter jou, hoe noem je dit? Een tentoonstelling die we zelf moeten maken en dan komen er kinderen uit groep 7 en groep 6 volgens mij kijken. Dus dat eigenlijk. En daarna moet ik weer werken. Nee, ik doe dat ding af. Magic Mick. Stop face. En ik moest nog heel even mijn werkkleding pakken. Nog even mijn spullen inpakken. En dan ga ik naar school. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Wat ik aan heb is dit shirt van Naked. Die jullie als het goed is ook in kunnen zien in de unboxing van zondag was dat volgens mij. En daaronder heb ik zo'n flarebroek van de Sting die iedereen heeft. Oké, wij hebben nu onze eindpresentatie. Oh ja, dat is daarom heb ik deze outfit aan, want ik ben dus de spelleider. En ja, ik
Ja, het ziet er echt niet uit. En het sneeuwt dus echt super hard. Dus, heel erg leuk. Want wij hebben dus een soort winterwonder idee kerstdiner. En de kinderen kunnen helaas niet komen. Maar we gaan dus nu voor onze eigen klas doen. En dit, zo ziet het er nu uit. Als het goed is, hebben jullie net al leuke beelden gezien van de tentoonstellingen die hier waren. En het is inmiddels 4:30. En ik moet zo meteen werken. Waar ik echt geen zin in heb, want ik ben gewoon echt heel erg moe. Ik was gelukkig wel iets eerder uit. Sorry voor het rare beeld. Maar ja, alsnog is het gewoon echt vervelend om nu ook nog te moeten werken. Ik heb het gelukkig wel gehaald, ons stukje. Daar heb ik helaas wel. Ik had wel laten zien hoe het eruit zag, maar niet wat wij precies deden. Ik ga nu even lekker een tosti maken en dan nog even wat YouTube video's kijken, dan werken. En dan ga ik vanavond beginnen aan mijn artikel, want die moet vrijdag al zijn voor studiepunten. Dus daar moet ik nog wel best wel veel aan doen. Maar ik ga in ieder geval nu even lekker wat eten. Oké. Ik wilde dus een andere trui aan doen en toen liep ik naar boven en toen zag ik zoiets liefs. Ik weet niet of ik dit erin wil, dus dat moet ik eerst aan hem vragen. Maar... Hij was nog in mijn huis om te leren. En ik was naar school. En nu kom ik dus terug van deze dag leren. En deze dag school. En toen lag er op mijn bed. Echt super schattig. Met allemaal van die kleine briefjes. Ik zal niet helemaal laten zien. Maar zo met allemaal hartjes en zo. Super schattig. Zo cute. Dus nu ben ik gelijk er even bij. Ik was echt helemaal uitgeput. Goedemorgen. Het is vandaag... woensdag en het is 9:15. Ik moet over een kwartier onderweg naar school. Want we moesten nog een les inhalen omdat toen de docent ziek was. En ik wilde net eigenlijk een video gaan opnemen. Alleen ik zit net iets te krap in de tijd. En ik wil niet dat de video gehaast wordt, want het is wel een belangrijke video. Dus dat ga ik maar niet nu doen. Dat ga ik gewoon volgende week. Volgende week heb ik een week vrij, dus dan ga ik gewoon die video opnemen. Ik vind het helemaal prima. Wat wil ik zeggen? Ik moest gisteren dus werken, dus daarna heb ik niks meer gefilmd. Dan is het altijd heel erg laat en dan ben ik altijd heel erg moe van de hele dag school. En ik heb me nu klaargemaakt. Ik heb mijn nieuwe top aan van Naked. Want ik zou alles laten zien deze weekvlog. Dus dit is de nieuwe top. En ik vind hem heel erg leuk. Hij is alleen gewoon best wel groot. En het is niet echt iets wat ik snel aan zou doen. Maar daarom is het eigenlijk ook wel leuk. En het luchtje dat ik opdoe is van de Rituals. Die gebruik ik namelijk altijd... Het is echt gewoon mijn geur. En ik moet na school, ik heb morgen mijn laatste stagedag bij groep 3-4. Want vanaf de volgende stagedag ga ik naar een andere school. Dus ik vind het heel erg leuk om morgen te gaan trakteren. Alleen het lijkt me leuk om iets te geven. Iets van een potlood of zo, weet je wel. Gewoon wat die kinderen gewoon heel erg leuk vinden. Dus ik ga na school gelijk even naar de Action toe. En daar ga ik dan even kijken. Of ze iets leuks hebben. Voor de rest heb ik ook nog een normale spijkerbroek aan. En mijn superga's doe ik eronder. En ik zie dat ik heel erg wit ben. Maar ja, daar moeten jullie maar even overheen kijken. Vanavond ga ik waarschijnlijk sporten met Am. En ik moet eigenlijk ook gaan leren. Maar ik heb gewoon nu tegen mezelf gezegd. Het lukt gewoon niet. Ik heb het nu gewoon echt te druk. En ik heb volgende week een week vrij. Dus dan ga ik gewoon elke dag leren. Gewoon, weet ik veel, om 8:00 opstaan en leren. Wat wil ik nog meer zeggen? Geen idee. Ik ga nu even ontbijten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. En dan zien jullie mij zo meteen. Wat ik ook nog wilde vertellen. Ik heb mijn Joy-ketting eindelijk weer gevonden. Dus voor mijn vriendinnen waarvan ik allemaal heb gezegd. Hij is weg. Want ik had deze namelijk van een vriendin gekregen. Ik heb hem weer gevonden. Ik zal ook gelijk even vertellen wat er namelijk aan de hand is. Want ik weet niet echt of ik het had verteld. Ik was echt 2 maanden geleden had ik hem ergens... gewoon ingedaan of ik weet niet wat er is gebeurd. En ik kon hem gewoon niet meer vinden. Maar ik wist wel bij mezelf, ik heb hem ergens gestopt. Het is niet dat ik dacht van hij is kwijt. En ik had echt al mijn kamer bij mijn vader. En hier had ik echt alles opgeruimd. En ik kon hem er gewoon niet vinden. En gisteren was ik niet ernaar op zoek. En zocht ik een blaadje in de map. En de, noem je dit, in de hoes van mijn laptop. In dit. En toen zat hij dus daarin. Echt helemaal zo tussen allemaal blaadjes.
Dus ik heb hem eindelijk weer gevonden, dus die kan ik ook gaan dragen. En ik had ook al tegen Mick gezegd van, ja, je moet echt thuis kijken, want hij ligt sowieso bij jou thuis. Maar ik had hem natuurlijk gewoon zelf. En ik ga nu in ieder geval even ontbijten. Oké, het is 2 uur en ik ben nu klaar met school. Ik zit al in de auto, want die zat ik al bij het station neer. Dus ik ben al helemaal klaar. En morgen is mijn laatste stage dag op deze stage school. En dan ga ik beginnen aan mijn nieuwe stage. Dus ik vond het heel erg leuk om te trakteren. En ik wilde iets gezonds doen. Maar dat vond ik ook wel een beetje saai. Dus ik ga nu heel eventjes naar de Action rijden. En dan kijken of ze iets hebben van leuke potloden of gummen. Want vinden die kinderen echt helemaal geweldig. En kijken of ik bij de Ethos of zo iets voor mijn mentor kan kopen. Dus dat. School ging eigenlijk best wel prima. Ik moet echt wel naar de wc. Maar ik heb echt geen zin om eerst naar huis te gaan. Dus ik ga nu eerst naar de Action toe rijden. En daarna ga ik Mick ophalen uit school. Want vanavond gaan we samen sporten. En dat wordt echt mijn hel. Want Mick doet een sportopleiding en ik kan dat niet zo goed aan. Dus ik ga in ieder geval nu daar naartoe rijden. Oké, ik ben bij de Action geweest. En even naar de trekpleister. En ik heb wat dingetjes gekocht. Ik vond het echt heel, heel erg lastig. Maar ik ben nu op Mick aan het wachten. Dus ik dacht, ik kan wel even filmen. Ik zal het straks even laten zien wat ik precies heb gekocht. Als het gewoon helemaal af is. Maar, oh, wacht, mijn camera is vol. Ik ga even iets verwijderen. Ik vond het dus heel lastig. Want ze moeten dus eigenlijk iets gezonds. Dus ik heb wel mandarijnen. Maar dat vond ik ook weer een beetje kaal. En toen dacht ik, misschien kan ik een leuk potlood geven. En echt, bij de Action hadden ze dus niet een leuk potlood. Behalve gewoon een normaal potlood. En dat vond ik ook weer een beetje saai. Toen dacht ik, misschien kan ik een gelpen geven. Maar ja, daar mogen ze niet mee schrijven op school. Dus nu heb ik gewoon voor iedereen zo'n pakje met stiften. Want het is altijd gedoe over stiften. Met 10 van die stiften erin. En dan ga ik daar gewoon een briefje op plakken. En dan mogen ze ook een mandarijn pakken. Zoiets. Ik vind het heel erg lastig om iets te bedenken. En voor mijn stage mentor heb ik gewoon iets van de termen. Heb ik gewoon zo'n badding en zo gehaald. Dat zal ik zo meteen ook even laten zien. Ik ben dus nu op Mick aan het wachten. Want die is nu klaar met school. En dan gaan we naar zijn huis. Dan gaan we zijn spullen pakken. En vanavond gaan we naar de sportschool. Want ik sport dus altijd samen met Am. En Mick gaat dus een keertje mee. Met onze les meedoen, denk ik. Ik heb geen idee hoe het precies gaat lopen. Maar dat zullen jullie straks nog wel zien. En ik had dus gisteren. Want volgens mij had ik vanochtend verteld dat ik een video wilde gaan filmen. Ik had dus gisteren gevraagd aan jullie. Hebben jullie nog vragen over mijn opleiding? Dus ja, ik had natuurlijk wel wat vragen verwacht. Maar ik heb er echt meer dan 100 gekregen. En dat had ik dus niet verwacht. Dus ik ga 2 video's maken over mijn opleiding. Wat ik ga doen namelijk. Ik ga een video maken over echt het algemeen van mijn opleiding. Dus wat doe ik precies? Bla bla bla. En dus als je dat dan ziet, dan weet je gewoon algemeen hoe het bij mij op school eraan toe gaat op de PABO om leraar te worden. En ik ga dus ook nog een video maken, maar dan misschien meer in een mukbang vorm met al jullie vragen. Want ik kreeg bijvoorbeeld ook vragen van waarom heb je dit gekozen? Wat is het leukste vak wat je hebt? Nou, weet je wel, dat soort vragen. Ik zal even erbij pakken. En dat is dus ook heel erg leuk. Maar dat is niet zo leuk om in een algemene video te doen. Ja, en hoeveel huiswerken krijg en bla bla bla. Dus ik dacht, dat kan ik beter in een Q&A doen. Dus stel dat je dan nu nog vragen hebt. Dan kan ik die namelijk nog opnemen. Want hij komt sowieso. En ik had ook vragen via Insta gekregen. Maar stel dat je denkt, ik heb nu nog een vraag. Kan je dat even reageren in de comments. En dan kan je dus 2 video's verwachten. 1 algemene en 1 met allemaal losse vragen. En ik hoop dat ik een beetje opschiet. Want het is echt heel erg koud in de auto. Kijk, wat ik dus heb gekocht voor die kids is gewoon dit. En dan knippen we die briefjes uit, laat zien, Mick. Heb je wel of geen mandarijntjes nu? Of ja? Jawel, ook. Ja, ook. Maar dan plak ik dit zo erop. Dat is het leukste cadeau ooit van die kinderen. Denk je? Dat is niet eens voor kerst, denk ik. Zo, en dit heb ik voor de juf gekocht. Deze. Is dat weer de rand? Zal ik ze nodig hebben, of niet? Nou, Mick. Wat is dit? Showertje. Dit. Oké, Mick en ik liggen in bed en we zijn nu You aan het kijken. Omdat iedereen dat aan het kijken was. En toen wilde ik het kijken en Mick vindt het op zich ook wel leuk. Dus nu kijken we het samen. En ik heb die tractatie af. Dus ik zal morgen even laten zien hoe het eruit ziet. Het stelt niet echt heel veel voor, maar het is wel leuk om om te krijgen als kind. En Mick en ik wilden ook nog naar vakanties kijken, maar het is echt heel erg lastig om iets te vinden. Maar we zijn nu bij aflevering 2. En we gaan nu eventjes verder kijken. En dan zien jullie mij morgen. Het is vandaag
donderdag. En het is nu al 4 uur geweest. Ik heb vanochtend namelijk niet gefilmd, want op donderdag heb ik altijd stage. En Mick bleef natuurlijk bij mij slapen. En dan is het in de ochtend altijd heel chaotisch, aangezien we om 7 uur op moeten en om 8 uur op stage moeten zijn. Dus toen heb ik vanochtend niet gefilmd. En dit was ook mijn laatste stagedag, dus ik had ook nog een tractatie en bla bla. Maar dit was dus mijn laatste stagedag op deze school in groep 3-4. En ik heb het super erg naar mijn zin gehad. En de kinderen vonden het echt heel erg jammer dat ik weg moest. En ik vond het ook heel erg jammer. Dus ik heb net even afscheid genomen. Ik heb getrakteerd. Ik had stiftjes getrakteerd en mandarijntjes voor gezond en zo bla bla. En ik heb super lieve tekeningen gehad. Wat ik echt zo schattig vind. Ik zal zo meteen even laten zien. En ik heb dus mijn eerste stage half jaar met een 8 afgerond. Dus ik ben echt mega tevreden. En ik heb mijn volgende stage in groep 5 op een andere school. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ja, ze hadden echt super lieve tekeningen gemaakt. Ik kan helaas, er was ook nog een leuke groepsfoto. Die kan ik helaas niet laten zien in verband met privacy en zo. Dat is natuurlijk tegenwoordig heel streng. Maar ik zal even een paar dingen laten zien. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Maar ik heb deze gekregen. Deze. Het is ook zo schattig hoe kinderen mijn naam schrijven. Deze heb ik ook gekregen. Ja, ik moet even zo doen, want anders dan gaat die zo in zoals dit. En ik zal ze allemaal even laten zien. Ik heb ook deze mooie vlinder gekregen. Die is ook echt super lief. Deze helemaal geknutseld. Deze was ook super lief. Ik wil niet dat je weggaat. Ik vond het leukst van je de ballonnenproefjes. Oh, super schattig. Kijk, en hier ook een met krijt. Zo schattig hoe mijn naam is geschreven. Ik heb ook nog een heel boek gekregen, maar ik kan helaas de foto hieronder niet laten zien in welke school het is. Maar super lief met allemaal leuke tekeningen en wat ze het leukst met mij vonden. Echt super lief. Dus die ga ik zeker bewaren. Jules heeft zo meteen zijn eerste rijles. Ook bij Ed, waar ik ook mijn rijles heb. Oh, dat moet je zeggen. Wat kan ik zeggen? Wel bij Tom Verhoeven, dat kan je gewoon zeggen. Nee, ik wil wat anders zeggen. Wat dan? Ben je zenuwachtig, Jules? Jules, kom. Nee. Niet zenuwachtig? Kom. Nou, en ik mag niet mee, dus... Hallo. Je mag mee. Hoi. Sterkte. Totdat je thuis bent. Kom op. Ja, kom. Hij gaat zitten. Erin. Heb je een lege maatje bij je? Nee. Pak hem. Nee, wel, ik wel. Oh, want anders had je... Maar ik ben geen 18. Nou, zei ik tegen mijn vriendin. Nee, niks onder de 18. Ik kan niet zien. Hier, ik heb nog een klein stukje mee. Ja, maar ik moet eigenlijk om 6 uur werken. Trut. Ja, het is echt heel kut. Nou, ga maar werken. Doei. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is inmiddels 11 uur. Ik hoef pas om 12:30 op school te zijn. Ik had me even vergist eigenlijk dat ik te laat was, maar ik ben dus veel te vroeg. Wat wil ik vertellen? Ik heb me helemaal klaargemaakt al. Ik heb alles al gedaan. Ik wil eigenlijk een video filmen. Alleen ik denk dat ik het toch volgende week ga doen. En ik heb vandaag mijn nieuwe rokje aan van Fikkel. En hij is echt heel erg leuk. Ik vind het wel spannend om aan te doen naar school met rokjes altijd. Maar ik zal hem zo meteen even beter laten zien. Ik moet vandaag mijn stagemap en alles inleveren. Dus dat heb ik allemaal klaargelegd. En ik ga nu even mijn kamer opruimen. Want ik ga vanavond weer naar mijn vader toe. Dus dan moet ik allemaal spullen weer meenemen. Voor de rest. Ik heb koor, muziek en natuur. En bij natuur moeten we een proefje doen. Dus ik moet zo meteen nog iets uitprinten. Dus dat moet ik zo meteen ook nog gaan doen. Maar als eerst ga ik nu eventjes alles opruimen. Oké, ik heb ook even ontbeten. Ik heb alles ingepakt als het goed is. Ik moet namelijk tot 5 uur naar school. Ik ga dus naar mijn vader toe. Dus ik dacht, ik pak al het spullen in. Ik ben helemaal buiten adem. Voor de rest heb ik vandaag dus koor, muziek, mijn muziekboeken mee. Ik noem mijn muziekboeken mee, maar ik weet dus niet waar ze zijn. Altijd fijn.
Even nadenken. Deze en deze twee boeken mee voor muziek. Dus ik hoop dat ze er wat aan gaan doen. Want anders neem ik het altijd voor niks mee. En dat vind ik altijd heel vervelend. Voor de rest neem ik altijd mijn Buddha Journal mee. En vandaag heb ik dus bij Natuur een practicum. Dus die moet ik ook meenemen. Dan neem ik mijn laptop altijd mee. Die doe ik in de laptophoes bij de rest van de dingen. Zodat het allemaal niet kan kreupen en kapot gaan. Zo, dan neem ik ook altijd nog mijn oplader mee, want mijn telefoon gaat echt super snel leeg. Dus mijn oplader neem ik mee. En nieuwe stiften, die ga ik zo meteen wel even proberen als ik maar verveel in de les. Wat moet ik nog meer meenemen? En dan mijn camera, en die doe ik altijd in dit hoesje, zodat die niet kapot gaat. En volgens mij heb ik dan alles. Ja. Oké, Darren, vertel even wat de situatie nu is. Ik heb helaas de taaltoets niet gehaald. Ik ga dood. Ik denk dat dit het einde is van mijn opdracht. Dus de pabo is niet makkelijk, jongens, voor de mensen die dat zeiden. Onderschat het niet! De wereld is echt hard. Heel veel mensen zeggen dat de pabo inderdaad echt heel makkelijk is, maar dat valt heel erg mee. Want zeg maar, stof is misschien niet het allermoeilijkste, maar wij hebben echt hoeveelheden wat gewoon nergens op slaat. En ja, de taaltoets was voor mij wel echt iets pittig, dus die heb ik helaas niet kunnen halen. Ja, dus nu ben ik van de opleiding afgegooid. Dus ik was er zonder mij verder moeten. Ja, dus we hebben nu nog hoeveel mensen? 13? 14. Waar ga je heen? Jij moet je ook thuis. Zo die deur zo sluit. Ja, dat zou wel heel, heel mooi voor. Oké, okay, nog even de laatste wandeling door de gangen. De laatste keer dat ik door gang B2 loop. Doei lieverd. Doeg. Ja, zeker. Probeer het eens. Gaan we het doen? Nee, grapje. Ik noem wel zo meteen de ander. Oké, we moeten in ons groepje, moeten we allemaal een liedje voorbereiden, moeten we dat allemaal gaan doen. En we hebben dus nu Cowboy Billy Boom van Noah. De Suus. Welk dier? Welk dier? We moeten zelf een dier bedenken. Oeh. Naakt. Een naaktslag. Oké, komt ie. Oké. En wie rijdt daar op zijn naaktslag door de prairie? Dat is Cowboy Billy Boom, door de boeven zeer gevreesd. En is nooit in Wilde Westen een cowboy geweest. Die zo dapper was als Cowboy Billy Boom. Yeehaw, van je hot. Ach, Janette, te bedenken wat voor beest dat is geweest. Een lange rust. Ja. En we gaan nu op naar de Indianen. Indianen? De Indianen die hebben altijd speciale namen voor elkaar. En het. Het? Het? Hele stam tekeer. Een grote beer. Een grote beer. Een grote beer. Een grote beer. Dat gaan jullie gewoon blijven herhalen. Ja. Jullie twee zijn. Awimboe, 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 Awimboe. Blijf herhalen. Mocht het zo, was het hè? Ja, jullie mogen ook meeknippen, dat is ook leuk. Oké. Awimboe, Awimboe, Awimboe. Het is inmiddels avond en ik ben al een hele tijd terug van school. Ik heb ook al avond gegeten. Ik had namelijk tot 5 uur school. En ik heb me nu even omgekleed, want ik had het echt super koud. Het is nu inmiddels 7:30 en ik ga over 5 minuten ga ik naar Mick toe. Het is alleen een beetje rot dat ik morgen moet werken om 7 uur 's ochtends. Maar ja. Mick en ik gaan gewoon samen gewoon een beetje op bed chillen. En volgens mij gaan we ook nog You afkijken. We zijn nu bij aflevering 3, als ik het goed zeg. Geen idee. En ja, dus ik heb ook niet echt heel veel spullen nodig. Ik heb wel even lekker een joggingbroek aangedaan en een trui. En ik neem ook mijn laptop mee naar Mick. En wat wilde ik nog meer? Oh ja, wat jullie hiervoor hebben gezien. Want misschien dachten jullie echt, huh? Nou, eerst, volgens mij had ik bij... We hadden proefjes of practica bij natuur en techniek. Daar heb ik volgens mij niet zoveel gefilmd. Maar bij muziek moesten we dus in groepjes van 5 moest je allemaal een soort van liedje leren aan de ander. Dus dat hebben jullie waarschijnlijk gezien. Ik weet nog niet of ik het daar helemaal in ga doen. Maar dan weten jullie dat. Voor de rest, ik heb nu lekker weekend eindelijk. Morgen werken, zondag gelukkig niet. Het is ook mijn broertje jarig. Oh, maar zondag begin ik weer een nieuwe vlog. Dus... Jullie zien alleen nog morgen. Ja. En morgen weet ik nog niet wat ik ga doen. Want ik moet eigenlijk heel veel leren. Alleen ik heb nog niet echt die motivatie.
omdat ik nog geen druk voel, weet je wel. Ik weet niet of mensen dat herkennen. Ik ga in ieder geval nu naar Mick toe. Het is vandaag zaterdag. Ik vroeg toch nu dat je als je erbij bent, dat zeg ik toch? Oké, okay, het is vandaag zaterdag en het is... Wat? Het is zaterdag hoor. Ik ging door jou gewoon twijfelen. Ja, het is zaterdag en het is inmiddels 2:30. Ik moest vanochtend van 7 tot 1 werken. En Mick heb ik gelijk weer opgehaald, dus die is weer bij mij. Opgehaald? Ik ben heel toegekomen met je opgehaald. Ik heb je toch een soort van opgehaald. Nee, ik ben heel toegekomen. Helse tocht. Oké, en Mick is naar mij toegekomen. En ik heb net even gedoucht, maar ik moet mijn haar en make-up nog doen. En Mick gaat nu even wat eten en drinken pakken, omdat ik lui ben. En vanavond gaan we, ik weet niet wat we gaan doen, dat ga ik nu even vragen aan Mick. Ik ben in ieder geval echt heel moe, ik kan het echt niet aan om 7:00 ochtends te werken. En mijn bed ligt gewoon echt veel te lekker. En vanavond wilden Mick en ik samen iets gaan doen, maar we weten eigenlijk niet echt wat. En ik wil heel graag de vakantie boeken, alleen we twijfelen over te veel dingen. We twijfelen over, we willen eigenlijk best wel lang. En we twijfelen dat er dan wel genoeg te doen is. En ik heb nu eten voor mij gepakt, denk ik. Ik ben echt heel erg. Schat? Ja? Er is geen fruit in het bakkie. Nou, wel drinken? Ja. Welke, wat wil je? Gezond of minder gezond? Zero. Fanta, maar je proeft echt geen verschil. Nee, wat bedoel je? Gewoon een zero. Gewoon deze? Ah! Mick, wat gaan we vanavond doen? Ik moet even mijn kijkers op de hoogte stellen. Ja, we gaaan zullen we gewoon even een drankje doen ergens of zo? Praat even normaal. Een drankje. Een drankje nuttigen in de stad. En Of weet ik van waar. Maar ik wil iets doen. Je wilt wel iets doen. Mm-hmm. Ja, we kunnen ook uit, maar... Nee. Nee, daar heb ik ook geen zin in. Morgen gaat Mick foto's van mij maken. Ja, zo. Kan ik de partij goed? Hè? Was er vorige keer waren er 1 of 2 goed van de 100? 1. Ik heb je wel op je Insta gezet trouwens. Mm-hmm. En niet eens met tag, hè? Van, weet je? Van Mick door Mick. Want toen was het nog niet Insta official. Ja, nou ja. Nu tag ik je er wel op hoor, als je hem hebt gemaakt. Oh, dank je, dank je. En ik ga zo meteen. Ik ga zo meteen mijn vlog editen, want hij komt. Maandag online. Oh, morgen. Oh, ik ben ook met de film. We gaan in ieder geval nu even You kijken. Oh, mijn zusje natuurlijk geweest. Oké. Okay. Is dat die scherp? Oké, okay, het is inmiddels zaterdagavond. En Mick en ik gaan straks uit. Maar dit is ook het einde van de vlog, want ik ga morgen weer een nieuwe vlog beginnen. Dus als je het heel erg leuk vond... Ah, jammer. Moet je een... Duimpje omhoog doen. En even abonneren op mijn kanaal. En even Mick volgen op Instagram. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog.